peekstok in Hendrik Ido Ambacht. Ik weet dus nog niet wat het is, maar dan gaan ze me zeker uitleggen. Ja, ta-ta, ra-ta-ta. Ja. Hey. Johan Peekstok, hi. Tim. Goedemiddag. Wat een goede plek is dit. Gaaf, hè? Is dit een kantine? Ja. Wat voor bedrijf is dit? Metaalbedrijf. Yep. Dus we hebben twee afdelingen. Constructie. Daar hebben we al die mooie meubeltjes gemaakt en hier de inrichting. Uh-huh. En verspanen doen we ook. En ja, niemand weet wat dat is. Nee. Dan moeten we straks maar eens kijken, denk ik. Okay, mooie glimmende dingen maken voor de industrie. En dat ga ik dadelijk ook doen. Ik mag dadelijk een beetje meekijken. Ja. In ieder geval kijken, want denk, als ik ga helpen, dan denk ik niet dat je hem nog kan verkopen. Maar wat is er zo leuk aan deze industrie? Ja, wat ik vind het leuk om echt mooie dingen te maken. Altijd leuk gevonden en eigenlijk nog steeds. Ja, dat doe ik zelf ook nooit meer. Maar dan daarmee bezig zijn vind ik nog steeds gaaf. Ja. En hoe is dat begonnen voor jou, dingen maken? Had je heel veel eigen ideeën of deed je dat altijd al? Ben je daarvoor opgeleid? Ja, klassiek verhaal. Mijn vader deed het al. Mijn opa deed het al, zeg maar. Wow. En mijn opa heeft dat bedrijf opgericht. Ja. En ik ben in die voetsporen gegaan. Wow. Dus technisch onderwijs en beginnen met vegen en dan steeds een beetje meer. Oh, dus je hebt je echt gewoon klassiek opgewerkt? En nu... Ja, nou ook wel geleerd, maar wel helemaal gewoon bij de bezem begonnen, zeg maar. Ja. En ik vond het leuk. Dus je was in het familiebedrijf en nu heb je dit zelf? Ja. En als je kijkt naar wat voor mensen hier allemaal werken, wat voor mensen werken hier eigenlijk allemaal? Ja, best wel heel verschillend. We hebben natuurlijk administratief deel en in de werkplaats mensen die met de computer bezig zijn. Dus dingen tekenen, zorgen dat geprogrammeerd wordt en dat die programma's naar de machines toe gaan. En logistieke mensen natuurlijk, spullen daar op plekje brengen waar het hoort. En mensen die aan de machine dingen maken, programmeren. Ja. En ook nog mensen die meer handmatig dingen doen. Oké, en werk je nog met mensen samen ook? Of? Ja, we hebben met andere bedrijven uit de omgeving werken we nu samen met een, vooral op opleidingsgebied. Ja. We hebben een expertisecentrum precisietechniek opgericht. En die gaat zich richten op opleiding voor mensen die het soort werk wat we straks gaan zien kunnen gaan doen in de toekomst. Oh, dus dat is wel een mooi samenwerkingsverband. Ja, nou dan ben ik helemaal benieuwd. Ja. De tunnel in? Ja, we gaan de tunnel in. We gaan de tunnel in. Nou, dan gaan wij naar Sjaak, onze teamleider, die de besturingsprogramma's maakt voor onze machines. Oké. Succes. Dankjewel. Hey Sjaak. Hey Tim, hoi. Ja, leuk om hier te zijn. Ja. Welk deel van het proces is dit? Ik ben de teamleider. Ik krijg de orders van de werkvoorbereiding. Ik doe een stukje planning, om te kijken, om te bewaken, de leeftijd bewaken. Ja. En ik doe programma's maken voor de bewerkingsmachines. En dan met name de moeilijkere werkstukken. Dus hier begint ook vaak gewoon een project? Ja. Als het een groot project is, met lastige bewerkingen, dan doe ik vaak een heleboel voorwerk aan. Gewoon om te voorkomen dat de machine lang stil staat. Ja, dan komt en is het dan ook zo dat als zij die tekeningen krijgen van jou, hè, het afgebeurde, dat ze dat gebruiken ze degene, dat is hun bijbel? Ja, zeg maar. Ja, eigenlijk wel, ja. En wat vind jij nou zo leuk aan dit werk? De metaal is een vak, daar kun je gewoon echt je ei erin kwijt. Gewoon. Okay. Hoe je ook bent, of als je er zin in hebt en je hebt een beetje feeling met het vak, dan kun je eigenlijk altijd onderscheiden gewoon. Dat is, je hebt niet per se zo'n stapel diploma's nodig, je moet natuurlijk wel de basiskennis moet je hebben. Maar op een gegeven moment kan je eigenlijk onderscheiden en goed, dan kan je ook verder komen gewoon in de metaal. Ja. Dus dit is het werk wat gemaakt gaat worden? Ja, dit is het werk wat we nu momenteel aan het opstarten zijn op die machine. Okay. Dit is dan dus een kampprogramma, een stukje werk,
goed, ik neem gewoon heel veel tijd uit handen van degene die achter de machine staat. En waar is dit nu? Dit stuk? Dit, wat deze, gemaakt, wat je hier ziet, dat is eigenlijk deze machine. Alleen daar zit allemaal plaatwerk omheen. Dus super. Ja, moet je daar maar eens gaan kijken. Dankjewel, Sjaak. Goed, hey, succes. Later, hè. Yo, dag in. Goeiedag. Hoi. Tim. Hoi. Sven. Tim, wat zijn jullie aan het doen? Ik leer haar het werken met de onafhankelijke vierklauw. Oké, voor mij klinkt dat echt als iets wat ik nog niet ken. Wat is dat precies? Nee, het is een klauwplaat met vier klauwen. Ja. Waar je onafhankelijk kan stellen. Ja. Dus waar je eigenlijk werk precies in het midden kan zetten. Oké. En wat vind je zo leuk aan het werk? Het leuke aan het werk is dat het heel erg verschillend is. Elke dag weer. Wij maken geen series, we maken allemaal enkel stuks. Elke dag is verschillend voor ons. Dus eigenlijk komt iemand met, zeg ik wil zes van dit of zo, of vijf van die. En dat maak je dan? Dat maken wij. En dan ga je weer door met iets compleet anders? Ja, en dat kan er bijvoorbeeld dan maar één zijn. Ah, cool. Ja. En hoe ben je hier gekomen? Ik ben 12 jaar geleden hier gekomen door een vrijdagbaantje. Werk je hier al 12 jaar? Ik werk hier al 12 jaar. Hoe oud ben jij? 29. Wow, dat is echt knap. Ja. En jij? Ik werk nu iets meer dan een jaar. Ja. En ik ben hier gekomen door een stage. Ik ben hier 2 jaar geleden stage gelopen. Ah. En blijven hangen eigenlijk. Leuk. En je hebt mee zin? Ja, super. Ja. Ik heb een nieuwe machine gekregen. Oké. Okay. Dus daar sta ik dan achter. Leuk. En werken er nog meer meisjes hier zo? In de werkplaats niet. Niet? Nee. Dus welke opleiding richting moet je volgen om hier te komen? Nu doe ik allround Verspanen niveau 3 op het WMB doet dat. Oké, dus dat is dus BBL, beroepsbegeleidend. Ja. Als je daarmee klaar bent, ga je hier ook fulltime werken? Ja, alleen ik ga hierna nog wel een andere opleiding doen. Okay. Dat is dezelfde die hij ook heeft gedaan. Oh ja. Ja. En verdient het een beetje lekker? Ja. Verdient goed. Het is hard werken, maar het verdient wel lekker dus. Ja, het is wel hard werken inderdaad. Het is druk. Dus je bent sowieso continu heel de dag bezig. Vanaf hoe laat? Ik begin om 6:30 's morgens. Tot? Tot 4:30. En er zijn dagen bij, dan werken we tot 8:30 s'avonds. Jeetje. En wat voor soort mensen komen hier voor spullen? Wij maken spullen voor de offshore, voor de jachtbouw. Okay. En we hebben nu een project gehad voor de grondsanering, om grondsamples te maken. Heel groot project. Ja. Dus ja, eigenlijk van alles wat. Leuk. En wat zou ik nog meer moeten gaan bekijken? Nou, ik denk hier vandaan gaat het naar de eindcontroleur. Dat is Daniel. Daniel. Ik denk dat je daar maar eens even een kijkje moet gaan nemen. Ga ik daar even kijken. Succes nog. Ja, bedankt. Later hè. Hoi. Ik ben bij Eswin. Ik ben hier toegestuurd. Goedemiddag, Daniel. Aangenaam. Hoi. Alles goed? Ja, gaat goed joh. Ja, mooi, wat ben je aan het doen? Ja, we producten aan het nameten zeg maar, op de maatvoering. Dus kijken of alles een beetje klopt volgens tekening. Zeg maar. En hoe vaak komt het voor zeg maar, dat het niet klopt? Gebeurt het wel eens? Of? Nou ja, heel af en toe. Maar, het gaat eigenlijk altijd wel goed. Wel, en soms zit er een hele kleine, want deze meet tot op een duizendste millimeter. En wat wordt dit? Wat wordt dit voor ding? Dit is een zuigerfront. Dat is voor een klant die zit in de olie- en de gasindustrie. Ja, dat is dus dat, voor zo'n pomp. Toch? Ja, dus, oh, ja. Dus dat komt. Ja. Hoe lang werk je hier al? Ik werk hier nu 5 jaar bijna. 5 jaar, maar wat vind je het leukste aan dit? Nou, ik vind het wel leuk om zeg maar, de foutjes eruit te vissen. Dat is natuurlijk voor het bedrijf niet goed als er fouten zijn, maar ja. Ja, ik vind het wel leuk om het allemaal na te lopen. En, ja, je ziet ook de eindproductjes, dat is ook wel leuk. Ja. En mocht er iets niet kloppen, hè? Stel je voor je zit een meetfoutje in, dan gaat het terug? Gaat in principe, gaat het terug naar de bewerker. Ja. En dan, soms kijken we even ook in overleg met de klant wat wijs is, weet je wel. Laten we eens even gaan kijken, want ik ben benieuwd hoe het werkt. Nou ja, hij staat nu aan toevallig, dus ik heb hem even stilgezet. Oké. Okay. En je gaat dus zeg maar aan de hand van de tekening ga ik zeg maar alle diameters invoeren. Mm-hmm. En die voer ik hier in het systeem in. En hij gaat dan zeg maar met de taster gaat hij overal cirkels maken zeg maar. Dus dan gaat hij alle diameters meten. Nou, hier gaat hij alle punten pakken zeg maar. Ja. Dit is dan de diameter die hij zou moeten meten. Mm-hmm. In principe meet ik alleen producten die klaar zijn. Ja.
Alleen soms heb je ook natuurlijk tussencontroles. Ja, ja. Om even te kijken van... Waar sta ik? Ja, want als het dan fout is, dan kan je nog ingrijpen. Ja. Dus dan eind van de rit, dan kijken we hem helemaal na. Ja. En in principe kijk ik ook op krasjes en dat soort dingen. Ja. Niet alleen naar de maatvoering, maar gewoon het hele, ja, hele product, zeg maar. Dankjewel, man. Hey, graag gedaan. Dankjewel. Oké, hoi. Baasoverjeeigentoekomst.nl. Daar moet je toe als je meer wil weten over dit bedrijf. Misschien wil jij iets anders werken. Ga dan ook naar de site. Alles staat erop. Later. Wil je nou ook een keer dat ik bij je langskom, dan kan, ga dan even naar baasoverjeeigentoekomst.nl. Later.